Het is op zich wel scherp hoor. Ja, dat ziet er wel goed uit. Als je zo kijkt naar je haren bijvoorbeeld, zie je gewoon de gel shit zitten. Of grijzigheid. Het is gewoon grijzigheid, hè? Oh, we zijn er weer. We hebben een nieuwe gadget op de redactie. Je ziet dat we er druk mee in de weer zijn. Het is de Samsung Galaxy T. Ik zeg dus de hele dag op de redactie zeg ik al Samsung Galaxy S. Het is namelijk de Sony Tablet S. Dat is een beetje hetzelfde ritme als Samsung Galaxy S. Sony dat is Tablet een S. Mooi muziekje. Hoe dan ook, Sony gaat de strijd aan met Apple en Samsung. Ja. De markt is natuurlijk vooral in handen bij door Apple. Maar ze hebben twee nieuwe tablets, Sony. En dat is deze om mee te beginnen. En ze hebben ook nog een andere. Dat is meer een soort van make-up doosje die je dichtklapt met twee schermen. Clamshell noem je dat tegenwoordig volgens mij. Het lijkt meer op een brillenkoker. Het heeft twee schermen die eigenlijk als één scherm opereren. Maar er zit een hele dikke zwarte balk tussen door. Ja, die hebben we dus niet getest. Welke we wel getest hebben is deze. En die gaan we eens even flink onder handen nemen. Bij een gadget is natuurlijk het design. We hebben het altijd over als eerste punt in deze hardware rubriek. Want een gadget moet gewoon geil zijn. Ganz geil. En deze is geil, vind jij? Nee, niet geil, mooi. Mooi. Wat is er aan de hand? Het is geen normale tablet, zijn plat en even dik overal. Deze heeft een soort van dubbelgevouwen pizza calzone gevoel. Ja en dat is een soort van, je moet het zien als een soort tijdschrift wat je omgeslagen hebt. Weet je bent een tijdschrift aan het lezen, je bladert, je doet de bladert om. En zo ziet het er ook uit, weet je. Het is alsof dit gewoon... Zo houd je het ook vast, hè? Zo houd je het vast. Goed, we gaan even over op het softwaregedeelte. Het besturingssysteem is van Android gewoon. Ja, Gingerbread 3.2 uit mijn hoofd, volgens mij zijn we aanbeland. En dat is gewoon, weet je, dat doet gewoon wat het moet doen. Ja. Het is hetzelfde als wat op de Galaxy Tab 10.1 kan. Dus je hebt ook gewoon weer die grote blokken die je kunt en de apps, customizen. Yeah. Je hebt de apps die erin staan, die je naar hartelust gewoon in kunt delen. Je hebt een mooie grote foto op de achterkant, dat soort zaken. Je zet een fototoestel in, hè? Ja. Je zet er twee fotocamera's in. Eentje hier op de achterkant, die is 5 megapixel. En eentje op de voorkant, die is 0.3. Dat is echt super crappy. Dat zijn die webcam dingen, weet je. Gewoon we kunnen nu een foto van zo, hoi. En je kan er ook eentje maken met deze camera. Ja, op zijn, zet en de camera dan of zo. Dat werkt dan zo. Ja, hij gaat dus pas scherp stellen op het moment dat jij drukt. Je kan niet manual zelf de foto scherp stellen. Dat vind ik een beetje jammer. Dat is hetzelfde wat die Xperia ook heeft. Je zit er wel reden. Nu zie je bijvoorbeeld dat hij op de snakebox is gefocust. Ja. En niet op jouw ogen, wat ik liever had gehad. Maar dat kan ik niet zelf instellen. Nee, dat doet hij automatisch. Dat is hetzelfde wat we die telefoons van Sony Ericsson ook hebben. Je kunt niet tappen op het scherm zoals het bij Apple doet. Van ik wil daar op scherp stellen. Dit is de foto van de voorkant. Die ziet er super crappy uit. Hey, dit ding is van Sony. Ja. En Sony heeft natuurlijk de PlayStation. Een heel groot game gedeelte. Hoe zie je dat terug in het apparaat? Behalve dan dit icoontje. Ja, dat is hetzelfde wat die Xperia Play heeft. Weet je? Hij is, zo noemen ze dat, PlayStation Certified. Om het zo maar te zeggen. Ja. En wat dat betekent is dat er een aantal PlayStation 1 titels beschikbaar zijn in de Android Crash Store. Crash Bandicoot bijvoorbeeld. In dit geval zit Crash Bandicoot er gewoon standaard op, dus die heb je al. Je krijgt onscreen de knoppen om het zo maar te zeggen en het werkt gewoon goed. Het ziet er niet fantastisch uit. Je ziet de knoppen aan de zijkant en de L1 en L2. Het is goed speelbaar, weet je. Je kan hem gewoon zo neerleggen en je kan zo met twee vingers kan je die game spelen. Of je houdt hem vast en je hebt een soort van Uber controller. Dit apparaat heeft iets, heeft een functie, het is een pre-historische functie om zo maar te zeggen. Tegenwoordig is het Bluetooth, Wi-Fi. Hè. Deze heeft infrarood. En dan denk je van infrarood, waar heb je het godsover nodig? Nou, dat is leuk, want dan kan je dus gewoon als afstandsbediening gebruiken. Jongen. Ah, stuur je tv weer aan. Ik wil gamen. Ja, voor elke tv, hè? Er zijn echt 1000 miljard tv's zitten erin. Je kan gewoon aanklikken van welk merk en dan moet je ook het type nummer van de tv in. Nee, het is gewoon, je zoekt gewoon tv en dan, nee, je geeft aan tv, je geeft aan welk merk het is. En dan moet je het even testen, welke dingen het werkt, zeg maar. Je hebt niet type nummers, maar je test het een paar keer en dan op een gegeven moment heb je beter en dan werkt het. Als ik ben aan het bellen. Goed, Jeroen, je hebt er 2 weken mee gespeeld. Ja. Je hebt je Google-agenda erop, alles zit er op je Picasso, shit, gallery dingen. Allemaal pornofoto's staan erop. Alles staat erop. Ja. Maar je mag hem nu een beoordeling gaan geven. Je krijgt 5 sterren van mij.
Ja, ik kan heel kort zijn. Ik geef hem 4 sterren. Dat is een sterretje hoger dan de Galaxy Tab, ja. Om zo maar te zeggen. Dat komt onder andere door de infrarood die erop zit, dus de afstandsbediening. Het feit dat je de PlayStation 1 titels op kunt spelen. En ik vind het design heel tof. Het formaat is ideaal. Niet zo log en breed als die Tab. Ja. En het is gewoon een goed apparaat. Ik heb het idee dat de kleuren van de display van de Tab, van de Samsung Tab, iets mooier. Iets helderder. Iets meer. Dat zou kunnen. Misschien is het een instelling, maar. Ja, ja goed, oké. Okay. Je geeft hem 4 sterren. Ik weet niet zo goed of ik het mooi. Ik vind hem niet zo mooi, maar uiteindelijk is hij wel leuk. En je kan er wel heel leuk mee kloten. Dat afstandsbedieningje vind ik toch stiekem wel lachen. Maar dat is echt een gimmick. Ja, hoe dan ook, als jij het nou helemaal met Jeroen eens bent, laat het dan even weten. En als je het niet eens bent met Jeroen, laat dat ook vooral weten. Hieronder in de comments. Jeroen geeft hem 4 sterren. Ja. Hoeveel geef jij hem?